Daily Minutes Extra, nummer 1426, met een uitzending van vandaag, 1 oktober 2018. Dit is het bulletin van maandag. De data vandaag is 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. De eerste via internet, met een beetje andere naam. Ik kom daar later in de uitzending nog op terug. De naam houdt het midden tussen de Daily Minutes en de Daily Minutes Extra bits van de afgelopen 2 weken. Ik denk dat dat is waar we heen gaan. We beginnen vandaag met een aflevering uit de serie over zelfbouw. Dat is een herhaling van begin dit jaar, die we in de extra bits al aan het herhalen waren. Daarna komt er een deel uit de serie, over de Duitse krimi. En daarna sluit ik nog af met een bespiegeling over de nieuwe weg die de Daily Minutes is ingeslagen. Dit is Daily Minutes Extra, het internetvervolg op de Daily Minutes. Ja, vandaag deel 6 van de serie over zelfbouw. Ik heb tot nog toe het over de dingen gehad die ik zelf gedaan heb. Ik heb wat ideeën aangedragen voor concrete zelfbouwprojecten, zoals ik in deze serie nog wel eens vaker zal gaan doen. Voor mijn vroege geknutsel met de Optimist, het miniatuurzendontvangertje voor 80 meter, vergelijkbaar met de moderne Pixie 2, heb ik veel gehad aan wat basale kennis over transistoren. Anders had ik waarschijnlijk nooit dat niet meer verkochte IC door 3 transistoren kunnen ontvangen als beginner. Het is vaak niet per se noodzakelijk dat je een bestaand ontwerp precies nabouwt, maar met wat basale kennis van onderdelen en hoe je die onderdelen met dat beetje kennis naar je hand kunt zetten, is zoiets gemakkelijk te doen. Vandaag ga ik proberen om het begrip bij de luisteraar van elektronica wat te vergroten. Schrik niet, ik ga niet meteen met rekenwerk beginnen. Ik beschrijf slechts wat het component doet. Het gaat erom om je te laten zien hoe bepaalde componenten werken en waarschijnlijk op een andere manier dan je voor het examen leert of geleerd hebt. Hopelijk zeg je gedurende het verhaal, verhip, ik heb nooit geweten dat het zo zat. Maar als je zegt, dat was ik allemaal vergeten, maar nu komt het ineens weer terug, dan ben ik ook heel blij. Ik zal mijn best doen, ik hoop dat het lukt om het verhaal rustig te brengen. Ik neem er vanmiddag extra tijd voor en ik zal ze nu en dan even een pauze laten vallen. Ja, ik begin vandaag met een transistor. Voor het gemak praat ik even alleen over NPN transistoren. Er zijn ook PNP exemplaren. Het enige verschil is dat daarbij de stroom in de andere richting loopt. Dat is soms handig om op het aantal componenten te besparen, maar voor nu niet van belang. Als je een transistor pakt, dat is zo'n ding met 3 pootjes eraan, en je meet met een universeel meter, dan meet je vanaf de basis gezien 2 diodes. Die beide diodes die zitten met de anode aan elkaar, net als bij de mixer van de Optimist. Zet je de plus van je digitale universeel meter in de ohmmeterstand op de basis, dan meet je zowel naar de collector als naar de emitter een lage weerstand. Zet je de min op de basis, dan meet je in beide richtingen een hoge weerstand. Dan sperren de diodes. 2 diodes dus. Er wordt soms wel gedacht dat als je die 2 diodes zo tegen elkaar aansoldeert, dat je die ook als transistor kunt gebruiken, maar die vliegen gaat niet op. Om de diodes als transistor te laten werken, moeten alle onderdelen zeer dicht bij elkaar zitten van die diodes, direct aan elkaar vast, zonder andere materialen of geleiders die ertussen zitten en met minder dan een haardikte voor de basis, anders werkt het grapje niet. Andersom gaat trouwens vaak wel een transistor gebruiken in plaats van 2 diodes. Dat kan als je met bepaalde dingen rekening houdt gewoon. Een transistor kun je als een soort relais gebruiken. Een relais, je weet wel, zo'n spoel met een plaatje dat wordt aangetrokken, waarmee als er een stroom op staat, een schakelaar wordt omgezet. Als je het symbool van een transistor ziet, dan is de basis de middenste aansluiting. De emitter is de aansluiting met het pijltje en de collector is de aansluiting zonder pijltje. Nou, dan pakken we spanning, bijvoorbeeld zo'n 4,5 volt batterij, zo'n hele oude met een witte kat erop. Sluit je een positieve spanning aan tussen collector en emitter, terwijl de basis voor de zekerheid met een weerstand, een hoge weerstand, op de emitter is aangesloten, dan gedraagt de transistor zich hoogohmig. Dus tussen collector en emitter zal er dan geen stroom lopen. Even resumerend, de verbinding binnen de transistor, dus tussen collector en emitter, is in dat geval hoogohmig, dus verbroken. Dit omdat de emitter op de basis aangesloten is, weliswaar via een weerstand. We doen nu het volgende. We laten een voldoende grote stroom van de basis naar de emitter lopen. Daar komt dus een positieve spanning op de basis. En je moet ervoor zorgen dat er niet te veel stroom gaat lopen, maar ook niet te weinig. In ieder geval zoveel dat die transistor helemaal open staat. Je ziet dan dat er bij voldoende grote stroom de interne verbinding in de transistor ineens laagohmig wordt.
net als bij een relais waarbij de schakelaar een doorverbinding maakt. Door dus een stroom te laten lopen van basis naar emitter, wordt als het ware de schakelaar tussen collector en emitter gesloten. Hebben we daar wat aan? Jawel, want je moet weten dat de relatief grote stroom die van basis naar emitter loopt, heel veel kleiner hoeft te zijn dan de stroom die vervolgens door die gesloten schakelaar tussen collector en emitter kan lopen. Net als bij het relais overigens, bij een relais om het groot licht van je auto in te schakelen, kan er door de schakelaar wel 40 ampère lopen en die kan on the fly worden onderbroken. Het spoeltje dat die schakelaar bedient, die werkt dan met de 10 of 20 milliampère stroom. Tja, de transistor die kan nog iets wat een relais niet kan. Een relais is doorverbonden of niet doorverbonden. Als je de stroom kleiner maakt, dan valt op een gegeven moment de schakelaar af en vrij plotseling is dan de stroom door het relais verbroken. Bij een transistor is dat niet zo. Wordt de stroom van de basis naar de emitter kleiner, dan wordt de weerstand die de stroom vanaf de collector naar de emitter laat lopen, die weerstand die wordt steeds groter. Je kunt dat in een grafiek zetten. Het kleine stroompje dat van de basis naar de emitter loopt, is bij benadering in verhouding met de stroom die van de collector naar de emitter kan lopen. Dat is een beetje moeilijk gezegd, maar dat wil dus zeggen, ik noem maar een voorbeeld van een denkbeeldige transistor. Als de stroom vanaf de basis naar de emitter 1 mA is, dan kan de stroom van de collector naar diezelfde emitter 100 mA zijn. Wordt de stroom naar de basis 2 mA, dan wordt die vanaf de collector 200 mA, enzovoort. In dat geval is de stroom naar de basis dus 100 maal zo klein als de stroom die het resultaat is van collector naar emitter. De stroom is een factor 100 groter dus. Dat getal, die factor 100, is voor iedere transistor verschillend. Je kunt dat in de specificaties van zo'n transistor vinden als de stroomversterking van zo'n onderdeel. Het zal waarschijnlijk duidelijk zijn dat wat hier met een gelijkstroom gebeurt, ook voor wisselstromen van toepassing is. Zet je op de basis een wisselstroom en gebruiken we weer de transistor uit het voorbeeld, dan is die wisselstroom aan de kant van de collector 100 maal zo groot als de stroom die aan de kant van de basis van de transistor wordt ingevoerd. Ik zeg in wisselstroom, dat kan een constante frequentie zijn, maar het werkt ook voor zoiets ingewikkelds als geluid of voor een gemoduleerd zendsignaal. Tot zover vandaag. De Duitse Krimi, deel 4. Zoals ik al zei, deze serie is geschreven ongeveer 10 jaar geleden. Dus de actuele situatie waar ik aan refereer is die van 10 jaar geleden. Over Tatort zijn talloze weetjes te melden. De door Walter Richter gespeelde commissaris Trimmel uit de eerste aflevering bijvoorbeeld was een jaar voor het begin van de Tatort-reeks al in dezelfde rol van commissaris Trimmel te zien bij de SDR in Stuttgart in de televisiefilm Exclusief. Deze film werd 2 jaar later door de ARD als onderdeel van de Tatort-reeks geprogrammeerd en is sindsdien bekend als Tatort aflevering 9. Verder speelde de Nederlander Giem van Houweningen, een van de schrijvers en bedenkers van Zeggens A, een rol in 21 afleveringen van Tatort. 8 daarvan waren Szymanski-afleveringen waarvan hij er zelf ook enkele schreef. Op paasmaandag in 1977 verscheen de pilot van een nieuwe krimi, Der Alte. Der Alte loopt nog steeds, hoewel we inmiddels aan de derde oude bezig zijn. Een cultfiguur als de altijd correcte Derek, gespeeld door Horst Tappert met zijn wallen onder de ogen, is natuurlijk niet te vervangen. Het vervolg is dat de serie Derek bij 281 afleveringen stopte toen Tappert ermee ophield en dat Der Alte inmiddels bij aflevering 330 is. Der Alte is vaak met Derek en Ein Fall für zwei in hetzelfde tijdslot op vrijdagavond uitgezonden, waarbij het ook lange tijd om de 4 weken werd afgewisseld door het programma Aktenzeichen XY Ungelöst, een soortgelijk programma als het Nederlandse Opsporingsverzocht, maar dan met echte misdaden ook, dat echter al heel veel langer loopt dan de Nederlandse variant. Ringelman maakte Der Alte zonder Reinecker. Hij trok voor het programma uitsluitend succesauteurs aan die al eerder hun sporen bij andere zeer geslaagde televisieprogramma's hadden verdiend. Tussen 1977 en 1985 werd de hoofdrol van criminaalhoofdcommissaris Erwin Kuster gespeeld door Siegfried Lowitz. Vanaf aflevering 100 was Rolf Schimpf die tot aflevering 322 criminaalhoofdcommissaris Leo Kress speelde. In aflevering 340 kwam Rolf Schimpf overigens nog een keer terug. Vanaf aflevering 323 in 2008 was dat woord criminaalhoofdcommissaris Rolf Herzog gespeeld door Walter Kraaien. De bijrollen variëren in de serie meer dan de hoofdpersonen. Inmiddels zijn er al zo'n 8 verschillende geweest. Interessant is daarbij de bijrol van Gerd Heimann, gespeeld door Michael Ande.
Toen hij begon was hij natuurlijk niet zo oud als Der Alte, maar hij speelt op afleveringen 47 en 52 na tot aan nu in elk van de 328 afleveringen de belangrijke bijrol als de eeuwige ondergeschikte van de oude commissaris zelf. Der Alte wordt in opdracht gemaakt voor de ZDF, voor de Zwitserse SF en de Oostenrijkse ORF. De nu volgende tekst is op zondag ingesproken. Ik ben niet zo van de bespiegelingen en dus heb ik de Daily Minutes op de repeater op een zo gewoon mogelijke manier afgesloten. Business as usual. Ik hoop dat de nieuwe Daily Minutes een verrijking zal zijn voor veel luisteraars. Om te laten zien dat er een stijlverandering gaat plaatsvinden, heb ik ervoor gekozen om deze eerste uitzending op internet extra bits te noemen. Ik weet niet of dat zo blijft. Het moet wel Daily Minutes blijven, maar dan net iets anders. Daily Minutes Extra, zonder de bits, is misschien wel een leuke naam. Dat schiet me nu echt terwijl ik het opschrijf te binnen. Er kunnen op internet dus nog extra dingen. Daily Minutes Extra, die houd ik erin. Ik moet toch nog het intro inspreken. Er is een beetje een dilemma. De stijl van podcasts en van zo'n uitzending is totaal verschillend. Ja, ga ik de uitzending nu ik op internet terug ben als podcast brengen? Het gedeelte dat je nu hoort is een beetje in podcaststijl. Het zat eigenlijk zo, ik had een podcast. Eerst wist ik helemaal niet wat ik daarmee aan wilde. Vervolgens kon ik ineens gratis de muziek van een aantal Amerikaanse en Europese artiesten legaal draaien in mijn podcast. Dat ontwikkelde zich in korte tijd tot een muziekpodcast. Dat liep een tijdje best aardig. Ik kreeg zelfs verzoeken van artiesten uit de VS of ik iets van hen wilde brengen. Waarschijnlijk omdat ik niet goed wist wat ik er op de lange termijn mee wilde, liep ik daar op een gegeven moment mee vast. De lucht liep eruit, zeg maar. Mijn podcast die bleef ik op kleine schaal doen, hoewel ik had op bepaalde momenten wel tamelijk grote aantallen abonnees desondanks. Toen ik opnieuw met de zendhobby begon, heb ik lange tijd verschillende rondes via mijn podcast verspreid. Die werden niet opgenomen en daar gebeurde verder niks mee. Met name de Gooise Ronde, die door Berend PD1 ALO werd voorgezeten, heb ik vele jaren op die manier gebracht. Om uit te proberen heb ik vervolgens een flink aantal dagelijkse uitzendingen opgenomen en die in de podcast verspreid. Die noemde ik de Daily Minutes toen al. Dat was in 2011. Ik wilde eigenlijk niet zelf dingen in de uitzending gaan doen. Ik wilde de Amateur Radio Newsline ook in Nederland in de eten brengen en nog een paar andere Engelstalige zaken. En dat deed ik dan één keer in de week op vrijdag. De Daily Minutes die waren een spin-off van die uitzending. Nadat die uitzending zelf ook een Nederlands gedeelte kreeg. Vanwege met name aandrang van de mensen van Whisky Oscar. Die elke week een mp3 van mij kregen die ze op hun Teamspeak server verspreiden. De wekelijkse uitzending die er kwam en die na een half jaar via PI3 UTR werd uitgezonden, was eigenlijk een uitzending in de stijl en de traditie van de podcast in die begintijd. Nieuws bracht ik niet gescript, maar ik printte iedere week door de week nieuwsberichten uit. Op vrijdag las ik ze. Ik sorteerde ze op volgorde en deels op mijn herinnering, deels op papier maakte ik daar dan een geïmproviseerd onderwerp van. Bij de Daily Minutes was er een noodzaak om het gescript en in presentatiestijl te doen als een nieuwslezer vanwege de korte tijdsduur van zo'n uitzending. Het is voor mij lastig om onderweg te switchen van podcast of presentatiestijl en weer terug. Ik heb heel snel weer de neiging om als podcaster op te treden. Dus ik moet dat ook echt afremmen. Anders zou het een idee zijn om de uitzendingen deels in de ene en deels in de andere stijl te doen. Maar dat gaat dus niet werken. Ik denk dat de methode met de wat strakkere leesstijl en het script ook op internet het beste werkt. In ieder geval in de beginperiode. Ik sluit de uitzendingen op PI2 NOS af met het volgende. Lange tijd was satire een van de belangrijkste onderdelen van de Daily Minutes. Dat is wat er in radioamateurland nogal onvoldoende gebeurt. De amateurs een spiegel voorhouden en vaak is dat een lachspiegel. Soms nemen we die hobby van ons gewoon te serieus. Satire is heel belangrijk voor de mensheid. Het is niet voor niets dat dictators meestal niets van satire moeten hebben. Satire zorgt ervoor dat je jezelf of iemand anders of een hobby heel even vanuit een ander perspectief kunt zien. En dat is belangrijk, om niet vast te roesten en misschien om nieuwe ideeën te krijgen. Om te laten zien dat de ander ook wel eens gelijk heeft. Helaas was dat brengen van satire binnen de huidige context van PI2 NOS niet meer goed mogelijk. Ik moest zeg maar met te veel zaken en gevoeligheden rekening houden, wat ik overigens wel begrijp. Daily Minutes zal zich in de komende tijd op internet langzaam naar een nieuwe definitieve vorm gaan ontwikkelen. Wat er in de Daily Minutes op internet in elk geval weer regelmatig in zal zitten is deze satire. Nieuwe satire. Er zijn ook uit het verleden nog vele leuke fragmenten van. En ik heb er ongemerkt wel heel erg veel van gemaakt, heb ik de afgelopen weken gezien. Maar de meeste satire is slechts beperkt houdbaar. Naast die satire komen er ook weer nieuwe series over een bepaald onderwerp en er zal nieuws zijn en nog een aantal andere zaken. De Daily Minutes gaan vanaf nu door in een klimaat waar veel meer kan en veel meer vrijheid is voor dit soort dingen. Dat is niet bedoeld als verwijt. Een uitzending via een fantastisch netwerk als dat van PI2 NOS heeft zijn beperkingen. Daar kies je bewust voor. Het heeft tegelijkertijd ook heel veel voordelen. En daar ben ik de Stichting Scope dankbaar voor.
Het is prachtig dat dit allemaal ruim 4 jaar lang mogelijk was, maar het is nu tijd voor wat anders. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Let op, er is een nieuwe URL waarop je de Daily Minutes kunt beluisteren. Dat is dmr.li. Net als de modulatiesoort DMR en dan .lima India. dmr.li. En microfoon naar retour.